Jongens, welkom bij de eerste soort van tutorial video van Nintendo Labo. Bam! Welkom in mijn woning. Dit is Salim. Dit is Peter. En we gaan beginnen met het eerste bouwpakket uit de Nintendo Labo Variety Pack. Wauw. En dat is de RC car. Ja, dat is de makkelijkste. Dat is eigenlijk de makkelijkste, want die heeft maar één plaat. Essentie. Die heeft maar één plaat. En nee, jij hebt het nog nooit gedaan. Ik heb deze al een keer gebouwd op een evenement. Vet. Maar jij mag dus drukken op RC car op de Switch, want je Nintendo Switch en de game van Labo is natuurlijk je soort IKEA bouwpakket tutorial. Ja, precies. Dus dat kan je ook op de andere camera zien. Dan zie je het van bovenaf. Je hebt hier je Switch staan. Er zat een game bij, wat je bij de unboxing al gezien hebt. Of kan je beter daar laten zien. Ja, hi. Spelletje. En als je die opstart op je Switch, dan kan je dus zo hier RC car selecteren. En dan is dit als het ware je digitale handleiding. Ja. En dan kun je op forward drukken. Forward. En dan vertelt hij in ieder geval, dan doet hij alvast terugspoelen van wat we allemaal gaan doen. Als een soort van ultieme tease. Okay. Let's make the Toy-Con RC car. Nou, ja, leuk. Forward. Kan die brightness iets omhoog of niet? Nee. Oké. De zon schijnt erin, hè. Wat we gaan doen, let's make the car antenna. Je hebt hier een forward knop en dan kun je ook hier nog sneller forwarden. Maar we gaan het dus eerst dingen uitdrukken. En dan moeten we dus nu iets te uitdrukken. Wil jij dat doen? Een klein, als er niet te veel buiten beeld komt, zet ik een klein beetje. Ja, dan kan ik het iets beter zien. Remove these two pieces from the welke twist shoe? Deze twee. Ja. Dus dat is, dit is de... Dat is een soort van de body. De body van de car. Je moet even goed kijken waar nou precies die lijntjes zitten voordat ik het helemaal sloop. Ik ben hier helemaal niet handig in, daarom ben ik juist zo sceptisch. Nou ja, Salem heeft gewoon een beetje twee linkerhanden. Hij breekt net ook gewoon het opzetpootje van de Switch eraf. Nou, maar dat... Nee, maar dat luister. Ja, maar dit vind ik... Dit is typisch Salem. Die gaat nu zeggen dat dat de schuld is van de Switch. Ja, dat is zeker de schuld van de Switch. Hoe lang run ik al een Nintendo Switch tuk-tuk tour? Ja. Inmiddels al 2 jaar. Maar hoe vaak klap je ze dan uit? Ik heb nog nooit mijn hele leven iemand dat ding eruit zien rossen. Nee, ik heb echt ik drukte echt heel zachtjes. Dus ik vind het echt de schuld van de Switch. Het is gewoon een zwak... Ja, oké, maar dat is dus typisch Salem. Ja, maar dat is gewoon een zwak pootje. Je bent zelf een zwak pootje. Leuk. Goed. Als je dit kijkt met de kinderen, sorry. Dit vind ik dan alweer zoiets dat ik denk, kijk, dit hoort er ook uit te kunnen, toch? Waarom zit dit dan een beetje nog vast? Nee, maar dan moet je gewoon kijken naar deze, is gewoon hetzelfde. Die kan gewoon los. Ja, oké, maar goed. En we gaan de antenne er ook uithalen. Dit is, nou, alsjeblieft, gefeliciteerd, heb jij nou gedaan. En dit is de antenne. Ik ben heel trots op mezelf. Ja, dan druk ik het uit zo, bam, zo. Hoppa, hoppa, dit is de antenne. Nou. Dat druk maar forward. Dat kan je zien. Ja, dat zie je dan hier ook. En dan gaan we op forward drukken. En dan... These other pieces will come in handy later. So store sheet safety way in the box. Nou, wij... Ja, dat doen wij niet. Wij leggen het gewoon hier neer. Ja, want we zijn super, super... Want we zijn gewoon... Wij hebben geen handicap. Don't forget, if you have any trouble, you can use the back or forward button. Ja, dat is logisch. Ja, je kan altijd terug, hè. Je kan altijd terug in het... Ja, je moet ook echt vasthouden. Zeg, doorspoelen en terugspoelen, soort van. Ja. Dus je kan nooit per ongeluk... Eén keer zo per ongeluk... Nou, is even nagedacht. Oh, is mee, dus wel over nagedacht, over het pootje niet. Kijk, en wat je dus ook kunt doen. Always make sure you've got the pieces the same way shown up on the screen. Pay attention to the printed markings. Ja. Ga eens door. Nou, dus je moet hem zo neerleggen. Maar wat ik dus nu ook kan doen, is ik kan hem nu ook zo draaien. Handig, hè? Oh, dat is gewoon 3D. Wat ligt daar dan? Oh, daar ligt nog de... Iets anders. De RC. En als ik dan terugspoel, kan je ook zien van, oké, hij wordt ook echt omgedraaid. Ja, dus we leggen hem zo neer. Moet met de... Maar we moeten er nog wat uitprikken. Want die hebben we vergeten. Dat zie ik alweer. Oh, ja. Dit moet eruit. Dat zijn ze. Deze kleintjes moeten er ook uit. Dat zijn... daar ga je zo meteen... Deze weet ik eigenlijk nog niet of die eruit... Nee, die moet vastblijven. Die moet vastblijven. Dan laten we die lekker vastzitten. Kan je dus ook zien op het scherm dat je hebt een gekleurde kant en een kartonnen kant. Ja. En dat is het belangrijkste om te weten. Forward. The key to building a great Toy-Con is to fold firmly along the fold lines. Always check where the fold lines are. Is die niet in het Nederlands beschikbaar trouwens? Weet ik niet. Nee, ik heb mijn Switch op het Engels staan, dus waarschijnlijk wel. Okay. Let's fold along the fold line right now, so that it's well... Doe niet alles voor het lezen, hè? Je kunt ook gewoon kijken. Dit gaan we dus zo vouwen. Ja, en dat laat ze dan ook echt even goed zien dat je dat stevig is het goed moet doen. En dan vouw je hem weer terug. Vouw hem weer terug. Als er maar een lijn in zit, dan deze ga je is dat leuk. Op dat stukje. Dat moet je dan uitdrukken. En dan ga ik... Zo vouwen. Ja, zo omhoog. Ja, en ook hier geldt weer dat die teruggevouwen moet worden, zodat er echt een lijntje in zit. Nou, dan de linker vleugel. Dit is wel een lastige, want die moet... Oh, dat is... Zo, ja, zo. Echt aan de rand. Ja, en dat dus geldt dan eerst die. En dan inderdaad de andere kant ook heen en weer.
Zo. Ja. Dus dan is die een beetje, ja, voorgevouwen, zeg maar. Zie je al wat het wordt? Heb je al een idee? Heb je een idee? Heb je een idee? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Nee, het wordt het autootje natuurlijk. Ja, ik snap dat het een autootje wordt. Zo wordt het ook genoemd, hè? Dit is extra important, so make sure to crease it firmly. Deze moet je, you gotta crease this one firmly. Dat zit aan de rand van de, ja. Yeah. Yeah. It'll make things easier later. Dus deze moet echt stevig. Echt stevig. Stevig. Zo. En ik neem aan ook aan, oh ja, wacht, dat is kleine dingetje. Het kleine dingetje ook. Zo. Ja, en ik neem aan dat dat aan de andere zijde hetzelfde moet. Ja. Nou, ja. Zo. Andere kant hetzelfde principe. Zo. En ook weer het kleine stukje. Ja hoor. Ja, we hebben hem hoor. Prachtig mooi. Nou, dan gaan we door. Nou, dus wat is het? Oh, de zijkanten nog? De zijkantjes inderdaad. En ook daar geldt weer. Eigenlijk moet je gewoon alles gewoon lekker stevig vouwen. Maar wel met een soort van... beleid? Zwaar de vivre. Zwaar de vivre. Of zoals de Spanjaarden zeggen, goeie de bibre. Spaans voor zwaar de vivre. Nee, joh, lul niet. Jawel. Hoe weet jij dat nou weer? Van Ronald Goedemond, nou en. Het is niet mijn grap, nou en. Okay. Het zijn die middelste moeten. Oh, die middelste moeten ook. Moet je even opletten? Ja, ik let op. Nee, ik hang aan jouw lippen. Waar moet je daar dan weer om lachen? Dat weet ik niet. Ik ook niet. Heel kinderachtig, denk. Nou, die ook, maar die mogen naar boven blijven staan. Ja, die lijkt wel zo. En ook die zijkantjes ook omhoog. Ja. Ja, nou. Nou, bla 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 bla. Nou, dan is het. En nou wordt het. Nu wordt het te moeilijk. Nu komt het. Einde video. Is te moeilijk. Zoek maar een tutorial van professionele YouTubers. Ja. Maar oké. Okay, die gaan twee we... middenkanten gaan. Zo. Ja. En dan inderdaad zo. Nou, nog niet helemaal dicht. Want ik weet niet precies wat er nu komt. Oh, nu gaat dat knippert rood. Die linkerkant. Dat knippert rood. En dat moet dan. Ja, zo. Ja. Make sure both tabs are on the inside. Watch the video closely. Ja, zit allebei aan de binnenkant. Ja, ja, dat laat ze heel langzaam zien. Nou, dit ging, dat moet omhoog. Ja, ik weet het al. Dat is de achterkant. Ik denk dat ik het al weet. En dan dat inderdaad. En dan moet dit vliebeltje hierin. Wedden? Ja, let op. Die gaat door. Hey. Ja, en dan echt zo. Klik. En dan ja. Deze ook. Ik moet wel zeggen, tot dusver klik. Is het wel echt ook. Kijk, als je... hij zit nou al vast, hè? Niks meer aan doen. Ja, ja, ook als je niks hebt met vouwen en doen en je haat IKEA-kasten, ze laten het echt heel erg in details in. Je ja, kan maar dit bijna ik, niet verzinnen. Ik heb dus ook echt oprecht, vind ik, dat Nintendo een deal moet sluiten met IKEA om al die kasten van Labo tutorials te voorzien. Want het is echt super ja, makkelijk. Echt, als het zo op je Switch of op je iPad dan of zo, dat zou echt briljant zijn. Nou, Nintendo gaat niet business to business, daar houden ze niet van, maar daar zouden ze echt miljonair mee kunnen worden. Zeker, maar dat is Nintendo niet. Maar wat moet ik hiermee doen? Er staat, has it come all the way through? Heb je hem ja, goed? Is, ja, hij is helemaal, ja, maar hij is echt okay, je hebt hem goed echt doorheen zo. Klik, zo, bam. Ja, nou, en u raadt het al, en dat is weer aan de andere kant wat jij al heel erg snel hebt gedaan. Ja, ik ben zo iemand die nooit gebruiksaanwijzingen leest. Nee, maar dat komt, jij snapt, als het links is, is het rechts ook. Het is natuurlijk een symmetrisch autootje. Ja, dat is logisch. Even kijken, ja, has it come all the way through? Ja, ja, kijk, dus het gaat echt, daarom kan je ook wat sneller doorspoelen, omdat het soms misschien iets te traag gaat. Now turn the whole thing over gently. Be careful not to bend the six legs. Ja, dat kan je ook zo doen. Het ja, is een stuk kartons niet. Ja, dat ja, is staan al hoor. Nou, in principe volgens mij zijn we er alweer bijna. Nee. De RC car is complete. Maar wat is dit dan allemaal? Ja, dat gaat nu denk ik komen. Oh nee, het zijn twee RC cars trouwens. Oh wacht, nee, dat is waar, er zijn er twee, hè? Nee, met de antenne. Ja, ja, maar er is er nog één. Dit is ook een RC car. Dat is stom, had ik twee mee kunnen bouwen. Ja, je mee kunnen bouwen. Ja, was ik helemaal vergeten. Nou, maar niet. Geeft ook helemaal verder niet. Oké, dit is nog de antenne. Ja, die gaat er bovenop. Again, make place the printed surface down. Ja, dat groene, dat moet met karton erboven. Ja, met de kartonnen kant. Nou, just fold the little tabs on the side. Ja, heel goed. Heel wulps, heel lekker, heel gek. Heel wulps. En die draai je weer om. Nee, dat moet je dan ook weer heel met beleid en joie de vivre, zoals je net zei. Oh, die antenne is die compleet. Is ook groot. Goed, klaar. Ja. En waar moet die dan? Ik denk... time to attach the Joy-Con. Oh, maar nu wordt het een ingewikkeld verhaal. Nu... Oh ja, wacht even. We gaan de Joy-Cons afhalen. En dat moet ik echt even doen, want hij sloot het hele ding weer. Hier hebben we de Joy-Con controllers. Zo. Ja. Die antenne, dat is wel leuk, want dan maken ze van het beeldscherm, maken zij ook een soort van labo-functie. Kijk, let op, want nu is het net alsof het radiografisch bestuurbaar is. Wow. Dit is best wel tof gedaan. Dit vind ik een leuk, saillant detail. Dat is leuk gedaan. Ja. En als je forward wil drukken, dan kan ik ondertussen de Joy-Cons erin doen. Ja, maar dat is inderdaad het volgende gedeelte. Ja, dit heb je al gedaan. Watch the tabs, bla bla bla. Nou, ik heb dit al een keer gedaan, dus het is helemaal stom ook.
De volgende niet hoor, de volgende video is helemaal, ben ik helemaal... Helemaal blind. Helemaal blanco. Nou, did you attest in both? Jazeker. Ja, oké. Dan moet je het echt niet doen trouwens, dan gooi je wat hier nou in. Oké, nu is het dus tijd dat je deze twee dingetjes, de Joy-Con controllers... Ja, erop gaat zetten. Je bent zo bang dat ik het niet sloop. Ja. Sorry, ik heb jezelf gemaakt. Zo moet je. Left Joy-Con to the RC card. Dus moet je eerst links. En die schuif. En dan ga ik eventjes jullie laten zien. Ja, misschien want, even close-up. Ja, dan ga ik close-up. Kijk, let op, want dit is, kan dus precies zo daarin gewoon. Klik. Hoppa. En dan past het ook. Verwacht het niet, maar het werkt gewoon. En oh, en het minnetje bij het minnetje en het plusje bij het, ja, het plusje bij het plusje. Er staat ook een minnetje en een plusje bovenop dat ding. Let op, nog een keer laten zien, zo. En die zo. Hop, slow motion, zo. Oh, schuif je hem er zo op. Mooi, hè? En dan blijft hij ook staan ook. Nou, flip over. Nou, flip the left Joy-Con in the car. Together like so. He, maar dit hebben we toch wel... Oh, nu gaat hij ze... Ja, oké. Okay. Hij gaat nog een keer in slow motion laten zien. Maar we zijn dan. Zo. Heel in depth. Klopt. Dit zijn trouwens ook eens leuk te zien aan detail. Dit zijn de arms. Joy-Cons van de game Arms. Leuke game is dat. Flippity flip. Ja, het is wel echt... Daarom kan je ook sneller doorspoelen. Omdat er wel echt ook... Ja, want wij zijn een tutorial video maken voor iets wat eigenlijk veel beter wordt uitgelegd. Maar wij dachten, jullie vinden het leuk om ons dat te zien doen. Als dat niet zo is, laat het ook gewoon weten. Stoppen we er ook dat mee. Is het. Maar hoe weet hij nou dat wij die licht kleur hebben? Of is dat gewoon toevallig? Dat is toevallig. Okay. Play now, ik wil playen. Wil jij ermee playen? Ja, als ik die Nintendo Switch nog mag aanraken. Ja, dat mag van mij. Je mag ermee playen. Hij gaat nu spelen met deze car. Ja, ik zal deze eventjes weer wegleggen, want we hebben niks aan. Ja, je kan er dus nog één bouwen. Je kan dus nog... Ja, je krijgt dus twee cars erbij, wat wel leuk is. Be sure to use on a smooth flat surface. Nou, dit is smooth en flat. Dit is mijn tafel van mijn moeder gekregen. Dankjewel, mam. Kijk, cool. Nu kan ik dus. En nu dat kan ik misschien het beste ook even zo laten zien. Je ziet dus op het beeldscherm nu links en rechts een soort digitale Joy-Con verschijnen. En op het moment dat je daarop drukt, gaan de Joy-Cons trillen. En dat zie je op het andere beeld. Op het moment dat ze allebei gaan trillen, dan beweegt dat natuurlijk dat karton een bepaalde kant op. Als ik alleen links doe, of alleen rechts, dan gaat hij naar die kant draaien. Kan ook naar die kant draaien. Die gaat wat minder, wat moeizamer. Ja, maar die stellen op een lage hertz. Maar dat komen we straks. Weet je? Oh, die staat dezelfde hertz, maar die kun je wel verstellen. Ja, je kan dus verstellen om een beetje te kalibreren. Want je meent bij ons op deze server staan links gaat wat moeilijker. En dus in principe naar Scanoën. Als je dan dus allebei de kanten doet, dan... Ja, maar dat moet je dus... Voren. Ja, dan moet je dus naar voren. Maar dit moet je dus instellen, hè? Maar dat... Want ik weet niet wat dit is. Kijk. Oh, wow. Hier kun je dus... Dit is ook wel even leuk om te laten zien. Dit gaat dan iets dieper. Ik wil hier even laten zien. Hier kun je dus instellen. Dus je kan hier de hertz verhogen. Doordat die sneller gaat trillen. Ja, precies. En dan... En nu gaat hij wel rijden. Kijk eens. Wow. Kan die ook iets hoger zetten. En je moet het zo mee pielen, mee kutten, dat het uiteindelijk gewoon rechtdoor gaat. Ja, en dat is natuurlijk omdat niks is echt exact recht. Dus verschilt het ook. Dan moet je het een beetje kalibreren hoe hard de een moet trillen en hoe hard de ander moet trillen. Ja. En het gave is denk ik het ook even te laten zien. Je kan, als je goed kijkt, zie je dus daar bovenin, zie je dat er... Infrarood. Infrarood kan hij dus gewoon weten dat mijn hand daarvoor zit. Ja, en daarin kun je dus allemaal dingen instellen, dat je ook hem helemaal op zichzelf laat rondrijden door je huis. En dat hij dan stopt als hij iets ziet en dan maakt hij daar een bochtje omheen, et cetera. Zover gaat het heel diep. Ja. Daar gaan we vandaag allemaal niet op in. Maar we willen wel laten zien dat het gewoon werkt. En je kan hem ook, er staat ook een grote gele knop in het midden en daarmee kan je hem... Ik weet niet of je dat kan horen. Dat is een battle. Oh, maar als, het komt... als dat loopt en je raakt de ander, dan ontplof je als het volgens mij. Of als hij omvalt. Okay. Als hij omvalt. Oh, ja, zie je, ja, als hij omvalt, dan ontploft hij. Je kunt tegen elkaar battelen. Is dat leuk? Je hebt dus ook multiplayer. Ik heb er nu op geklikt. Ah ja, let's do it. Maar dan heb je nog... Ja, dan heb je dus... Het mooie is natuurlijk, als je op multiplayer klikt, dan kan je nog twee Joy-Cons connecten. En dan kan je dus zo, op deze wijze... Een ander autootje gebruiken. Ja. Want het is natuurlijk logisch dat ze dan niet van je verwachten dat je nog een hele Switch aanschaft. Maar dat je gewoon nog twee Joy-Cons hebt. En dan kan je met twee RC-cars tegen elkaar battelen. Nou, ik vond deze, moet ik toegeven, onverwachts relatief begrijpelijk en makkelijk in elkaar zitten. En best leuk, hè? Koddig. Ja, het is leuk om te doen. En het wordt goed laten zien. Wat je zegt met dat 3D eromheen, oprecht echt ook een goed idee voor IKEA. Ja. Want met alleen 2D plaatjes is het vaak toch net even ingewikkeld. Ik vind dit leuk. Nou, helemaal goed. We gaan de volgende maken. Dat zien jullie in een volgende video. Ik weet niet wat we straks gaan maken. Dat zie je wel in de volgende video. Dit was onze eerste tour van Lego. En ook de makkelijkste. Want de RC car is het eerste bouwpakket. En die heeft maar één plaat. We gaan nu echt naar de complex shit. Dat zie je in de volgende video. Bedankt Salim. Bedankt Peter. En laten jullie weten wat je hiervan vond. Tot de volgende.